Jeffrey, we zitten een paar dagen voor de competitiestart. Vrijdag wacht de uitwedstrijd tegen Volendam. Begint het alweer te kriebelen? Ja, zeker. Ik denk dat we goede voorbereidingen hebben gehad. Dus we zijn klaar voor vrijdag. Je bent deze zomer overgekomen van Go Ahead Eagles. Heb nu de voorbereiding meegemaakt. Wat is je gevoel bij deze club? Ja, ik heb eigenlijk heel goed gevoel erover. Eigenlijk alles wat hier op de club is, is gewoon goed geregeld. En ik denk dat we een goed team hebben staan. Dat moeten we laten zien in de competitie. Wat voor indruk heb je gekregen van deze ploeg in de voorbereiding? Waar denk je dat jullie dit seizoen toe in staat zijn? Ja, dat is moeilijk om nu te zeggen. Ik denk, er zijn veel goede clubs. Maar wat ik al zei, ik denk dat we er goed voor staan. We hebben een goede voorbereiding gehad. We durven te voetballen. En je ziet het pas naarmate de competitie is begonnen. Maar ik denk dat we er goed voor staan. Je bent zelf een middenvelder. Kun je een beetje omschrijven wat voor speler je bent? Ja, ik ben eigenlijk een beetje een dynamische middenvelder. Ik moet het wel hebben van mijn loopvermogen. En daar het team zo goed mogelijk in te helpen. Verdedigend en aanvallend met mijn loopacties. Dus dat type spelen, aanvallende middenvelder eigenlijk. Dus. Nu spelen jullie vrijdag tegen Volendam. Dat is voor Almere City traditioneel een lastige uitwedstrijd. Wat verwacht jij voor wedstrijd? Ja, zo wordt sowieso een lastige wedstrijd. Ik denk dat elke wedstrijd gewoon lastig wordt. Maar we kunnen gelijk zien hoe we ervoor staan. En ik kijk ernaar uit. Aan je teamgenoten te zien is de sfeer in de ploeg in ieder geval goed. Ja, absoluut. En dan moeten we proberen vol te houden door gewoon vrijdag te winnen. Ja, dat is het beste recept altijd om goed aan een competitie te beginnen. Ja, precies. Dus daar gaan we wel voor. Ja. Dankjewel en succes.